Aan tafel zit Dirk Zandvliet, componist, muzikus, saxofonist. Vertel even, waar speel je allemaal? Ik speel in verschillende bands. Speelde, moet ik natuurlijk zeggen. Ja. Ik was tot voor kort professioneel bezig als muzikant. Bands als Gallow Street, met Brass Rave Unit, Son Swega, de Amsterdamse Afrobeatnacht. Eigenlijk een breed scala, een uiteenlopende variëteit aan bands. Waar heb ik op allemaal festivals en clubs, theater stond. Ook buiten onze landsgrenzen? Zeker, ja. Even kijken, de buurlanden, Frankrijk en Duitsland, maar ook tripjes naar Algerije een keer, Marokko, een keer New York geweest. Eigenlijk best wel een leuke leuke landen, leuke plekken. Ja. En een leuk leven was het ook heel erg, ja. Ja, je gaat helemaal even weer stralen als je eraan terugdenkt. Ik mis het enorm. Ik mis het enorm. Ik mis het zweet van het publiek, de geur. Letterlijk. De stroboscopen. Want wat doet dat met je? Als je dat ziet en ruikt en voelt? Ik herken mezelf dan heel erg in het publiek. Want ik hou ook van die collectieve extase. Die collectieve ontroering. Dus ik herken mezelf in mijn publiek. Als ik aan het spelen ben, dan is het gewoon... ik zie ze, weet je wel. En dat mis ik heel erg. Dat gevoel van mensen om je heen hebben die samen iets ervaren. Ja. We hebben ontzettend mooie shows gedaan de afgelopen tijd. Dus. En ik weet niet wanneer ze maar we echt weer op volle kracht weer mogen spelen. Het is heel erg onzeker. Want die shows die zijn gestopt natuurlijk, zoals al die dingen. Ja. Ik begreep dat jij online, en veel mensen zoeken hun toevlucht, artiesten tot online dingen doen. Jij vindt het maar niks, hè? Ik bedoel, dat streaming ding, dat hebben we ook gedaan. Maar het is zo raar dat live muziek is verworden tot, korzelige beeld, weet je wel. Ja, maar het is het alsof niet, hè? Alsof je kijkt naar de eerste maanlanding, weet je wel. Het is leuk, maar het is ook een beetje pappen en nat houden of zo, heb ik het gevoel. En dan wil ik niets ten nadele van de mensen die zich hebben ingezet voor het maken van een mooie livestream. En ik weet zeker dat er vast wel mensen door ontroerd of geraakt kunnen zijn. Maar, jij hebt het er niet in gezocht in ieder geval. Ik kan het er niet in vinden. Ik mis, het is een zeer sensuele ervaring, een optreden. Ja, dus je bent de straat op gegaan. Ja, ik was me er heel erg van bewust dat ook als het spotlight, ook als de spotlight niet op mij gericht is en ook als er geen gelden beschikbaar zijn of zo, dat ik nog steeds muzikant ben en een drang heb om te maken, om te spelen. En ik ben heel erg mijn ouders weer gaan opzoeken, die ook allebei makers, muzikanten zijn. Wat spelen zij? Waar kunnen wij jouw ouders van kennen? Mijn ouders zaten vroeger bij een theatergezelschap, de Dochtroep. Ja, de Dochtroep. Wauw. Ja, ben ik vaak tegen. Is altijd met water en inderdaad, spektakel. Ja, super vette spektakels. Dus het is ook, voor mij is het een enorme. Ik kom uit een enorme privilegepositie wanneer het aankomt op mijn makerschap, zeg maar. Ik put uit een hele rijke voedingsbodem wat dat betreft. Ik kom voor uit een super vette traditie van mensen die met heel weinig middelen hele grote producties hebben kunnen maken. Ja. Echt. En werkdagen maakten van 14 uur om fantastische producties neer te zetten. Zij doen dat niet meer, je ouders? Nou, de Dochtroep is gestopt in 2008. Ja, en ja, zij zijn community artists geworden. Dus in plaats van die grote spektakelstukken op locatie, dus wel buiten de schouwburg en de theaters, wel op gekke plekken, zijn ze dat nog lokaler gaan doen en de pleinen gaan opzoeken. En dat kan nog steeds, zou je zeggen? Of, ja. En dat is wat jullie nu doen? Ja, ik bedoel, het kan nog steeds, soort van, ik begreep van Engelshoven, die minister, zei dat met blazen, dat daar weer dan haken en ogen aan zitten. Ja, ik kom heel erg uit een uit die blaasmuziek, stadse blaasmuziekcultuur, denk ik. Ik denk dat ik het zo moet omschrijven. Ik ben saxofonist, voel ik daar heel veel voor en bij. En de afgelopen tijd hebben we nog wel bij verzorgingshuizen gespeeld. We hebben optochten gelopen. Jij met je ouders? Ja, en de fanfare van mijn vader. En, kon dat wel dan? Met zo'n fanfare is weer een enorme groep. Ik weet het niet. Toch gedaan? Het is een heel vaag grijs gebied en ik weet niet, het is het soort proefondervindelijk een beetje voor mij, trial and error. En als we ergens worden weggestuurd? Nee. Nog nergens weggestuurd? Nee, want dus het ging gewoon eigenlijk? Nee, zeker, want ik merk wel dat mensen ook heel erg
behoefte nog wel hebben aan deelgenoot zijn van muziek en van kunst. En zeker als wij nu op straat spelen op het Haarlemmerplein of zo, zijn er heel veel mensen die even stilstaan en komen kijken. Ja, en leg je dan ook een ding neer, een open om geld in te doen? Ja. Met de QR-code. Ook. Met de QR-code, ja, oh, zo. Maar dus, het is ver, echt heel erg ver verwijderd van wat het eerst was. Maar het is ook, ik bedoel, de kern is hetzelfde gebleven wat dat betreft. Je bent en het zweet voel je niet echt, maar dat is misschien niet nu echt. Ook wel veiliger. Het is een ander soort ervaring, maar ook eentje die minstens of net zo meer dan waardevol, zo waardevol is als het optreden op een groot festival. Het bereik is een stuk kleiner, maar je brengt wel de ontroering en gevoelens weer naar de mensen, weet je, maar op hele kleine schaal. En ook mensen die daar misschien niet op de eerste plaats dachten dat ze daar deelgenoot van zouden worden op zo'n dag, weet je, als ze langzaam blijven komen. Ontvangen. En het gebeurt. Ja, precies. En wij gaan er nu van genieten. Ja. Want je hebt je ouders meegenomen. Ja. En die gaan, ik zie ze even niet staan. Ze zitten daar. Oh ja. Met de blaasinstrumenten. En jij gaat nu voor ons optreden als was het hier een groot stadsplein. Hallo. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb vroeger van jullie genoten. En ik hoop nu weer. Ik zou zeggen, neem je plaats. Misschien eerst even je handtekening. Hoeveel mensen vertegenwoordig je? Een beetje natte vingerwerk. Als ik er 25, 30 man, ik weet niet. Verschillende bands zit ik in. Oké. Dus, nou, jij weet het. We gaan voor 30. Ja. Wat zeg je? De bands bij elkaar. Hoeveel man? 35. Ja, zoiets. Het zijn er veel. Nee, maar uiteindelijk zeg maar, we zijn verschillende losse samenwerkingsverbanden. Oké. 35. Hartstikke idee. Okay. Jij zet je handtekening. Ik verheug me op jullie live optreden. Wij kunnen er ook nog een paar mensen bij zitten van de fanfare. Van de fanfare? Oh, ze staan er al bij, hoor een keer. Ja, ze staan er al bij. Mensen van de fanfare, ja. Hoeveel mensen zijn het? 43 in Amsterdam. Oh, ik hoor net dat alle fanfares al vertegenwoordigd zijn geweest. Ja, maar wij zijn niet officieel. Jullie zijn niet officieel? Nee, wij zijn gewoon een... Een atypische fanfare. Ja, wij zijn fanfare die wel speelt. Maar niet een officieel fanfare certificaat. 43 mensen. Hoeveel man? 43 Amsterdam Centrum. 43? 23 in de Bijlmer. Oké, 23, 43, jongens, 66. Hartstikke idee van de van de officieuze fanfare mensen. Oké, we zullen ze erbij. En we gaan genieten. Thank you.
Jullie ook bedankt voor het doen.